De veiligheid is volgens justitieminister Kenneth Amoksi gegarandeerd op 20 december, wanneer uitspraak zal worden gedaan in het 8 december strafproces. De bewindsman vertelde journalisten vandaag bij de laatste vergadering van de Raad van Ministers voor dit jaar dat de eenheden van het Openbaar Ministerie afgestemd zijn op zaken die mogelijk mis kunnen gaan. Inderdaad, in aanloop naar bepaalde activiteiten die gepland worden. Ik denk bijvoorbeeld de NDP zal een massameeting houden. 20 december is er een rechtszitting in verband met de 8 december moorden. Dan kunt u ook niet van de overheid, van de regering, van de politie, van de defensie, noem maar op, verwachten dat we gewoon met gekruiste armen zitten en de zaken afwachten. Dat is het dus niet. En dat u de samenleving zich zorgen zou moeten maken. Amoksi geeft aan dat de politie en andere veiligheidsinstituten voorbereidingen treffen op weg naar 20 december om de orde te kunnen handhaven. Hij stelt dat er nu al acties worden ondernomen. Opdat de rechterlijke macht in alle vrijheid, zonder erupties, zonder verstoring van de openbare orde, calamiteiten terug te dringen, dat de rechterlijke macht in die sfeer dus haar werk kan doen. De minister bevestigt dat er een dreigingsanalyse van de politie rond de zitting van 20 december is uitgelekt. Hij vindt het heel vervelend dat zaken zo aan toe gaan, maar er is al een onderzoek ingesteld vanuit het korps om maatregelen te kunnen treffen tegen derden die het document hebben verspreid.